Breda Nu. Het is woensdag 12 augustus 2019. We staan hier aan de Gelderse Meren. Er waren 90 mensen vandaag aan het trainen voor Swim to Fight Cancer. Er zijn er 88 naar huis. Er ligt er nog één in het water. En de andere die staat hier bij mij. Judith van Staalduinen. Judith, waarom zwem jij mee? Hoi Pim. Nou, ik zwem mee omdat mijn man ongeneeslijk ziek is. En ik merk wat voor impact dat heeft bij hem, bij mij, bij ons, bij onze vrienden, bij ons gezin. En, word je gesponsord? Ja, ik word heel erg gesponsord. Er zijn heel veel mensen die geld overmaken. Die sponsoren in de zin van aanmoedigen, motiveren. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf en dat is hartstikke fijn. Omdat het gewoon nodig is. Het geld is nodig. Niet voor Anton meer, maar wel voor alle mensen die later kanker krijgen. En helaas komt het nog zoveel voor dat mensen niet te genezen zijn. En daarom moeten we deze actie gewoon met elkaar doen. Geld inzamelen en zorgen dat het in de toekomst beter is. Dat mensen beter gaan worden.